maagtabletten. Dan denk je dat die vol is, hè? Nee hoor. Vrienden, de boodschappen die zijn weer binnen. Die hek daar staan. En dat gaan we straks uitpakken. Ja, lieve vrienden, eindelijk heb ik mijn medicijnen vandaag binnengekregen. Maar ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En het is al, mijn horloge staat niet goed op tijd. 15:28. Ja, moest ik even weer goed zetten. Ik ben 24 uur gewend en ineens was 12 uur tijd. En dat is niet goed voor mij. Nee, dus 15:28, bijna 3:30. Ik ben niet eerder aan het vloggen toegekomen. Ik had bezoek en er kwam er weer wat tussen, dan weer wat tussen. Maar ik heb een medicijn binnengekregen. Ja, ik heb vanochtend vroeg ook al gebeld om nog wat medicijnen, want die was er niet bij. Dus ja, maar we zullen kijken. Nee, dat weet ik gelijk al. Dat is om mijn Prazol. Dat zit altijd in een hele grote doos. Ach, malle meid. Dan moet die zak wel open willen. Zo. En ik heb altijd heel veel van deze zakjes bewaard. En ook kleinere. Haalden we die stickers er altijd af. Want er zit zo'n ritssluiting in. Dus je kunt altijd iets in bewaren. Wat je goed moet houden. Dus ja, een tip voor jullie. Als jullie ook van die zakjes krijgen. Gooi ze niet weg. Je kunt er altijd iets in bewaren. Belangrijke papieren of zo. Als je geen geld hebt. Als je weinig centjes hebt. Ja, dan kan je dit bewaren en daar kun je gewoon belangrijke dingen in doen wat je wilt bewaren of moet bewaren. Stickers haal je eraf. Klaar. Ik gooi hem nou weg hoor, zometeen ja. Want ik heb hem eigenlijk niet nodig. Ik heb nog zoveel van die dingen. En nou haal ik dat er ook uit, of ik weet wat het is. Maagtabletten, dan denk je dat die vol is, hè? Nee hoor. Nee hoor, ik zal hem even de camera kantelen. Ik hoop dat jullie het zo zien. Nou, zo vol is die. En dan krijg je zo'n gigagrote pot. Ja, absurd. Dat is voor de helft gevuld. Dom, dom, dom. Maar ja. Kijk, dan kan dit allemaal gewoon. Hup. Weg. En ik zal eerst kijken, ik gooi altijd alles bij elkaar erin. Wel gemakkelijk. Want ik zit nu met een nietje vast. Gaat goed. Zo. En zo. Dan vouwen we dat ook even klein op. Goed. Goed. Hey, kleine meid. Nou, dat kan ik hier ook bij in. Zo. Dan ga je naar deze kiezen zo'n klein zakje. En dus. En die. Daar kun je weer een treinkaartje in bewaren die je zelf uitprint. Dit is mijn Spiriva. Nee, dan mis ik nog wat hoor. Ik mis nog wat. Daar moet ik dus nog achteraan. Ja, mijn cholesteroltabletten mis ik. Dit is voor mijn COPD. Voor mijn inhaler. Gaat goed, mijn nieuws. Daar heb ik vanochtend dus nog voor gebeld.
stukjes kunnen weg. Daar heb ik zoveel van. Mijn man die bewaarde ze altijd al. Ik zei, wat moet je er toch mee? Hij zei, nou kijk, hij zei, daar kan je wat in doen. Wat je bewaren moet. Hij deed ook schroefjes erin. Of slaggenmastkoord. Dit moet blijven. Nou, dat deed hij erin. Nou, dan zit alles in één doosje. Nou, ruim je toch op en dan kan het zo weg. Dat is een besparing voor het milieu. Zoals men dat zo keurig kan zeggen. Maar ik moet dus weer achter die andere medicatie aan. Dus ik ga dat betekent weer bellen. En dan vraag ik waar dat is. Moet ik alweer even weten hoe dat ook alweer heet. Want dan weet ik zo. Gooi ik net weg. Nou, haal ik de doosje er weer uit en dan pak. Ja. Komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik moet ook nog boodschappen doen. Dus Rijke blijft ook alleen. Moet naar de Vomar. Nee, niet goedkope dingetjes. Niet verrassingsstof hoor. Nou, zit ze weer hoor. Ze doet het nou zelf, hè. Ze springt nou vanzelf in de vensterbank. Nou, geweldig. Hoef ik er niet meer op te tillen. Malle meid. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en ik zie jullie straks alweer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb de apotheek even gebeld. Ze wouden het nog wel bezorgen, want het was net binnen, dat recept. Ja, hadden ze net binnen gekregen. Ik dacht, ja, hallo, dat zou vanochtend vroeg gelijk al gedaan worden. He, dat het met de anderen mee kon komen. Was mijn beloofd door de doktersassistenten. Niet gedaan dus, nee, daar kan ik dus niks aan doen. Dan heb ik het zo afgesproken, ik moet toch boodschappen doen, ga ik straks na mijn koffie. Eerst eventjes naar de Beatrix Apotheek en van de Beatrix Apotheek weer terug naar de Woma. Dus ik moet eerst tikkers op en dan weer tikkers op. Ja, maar komt goed, ik doe toch de booster, dus dan ben ik ook sneller heen en terug. Boodschappen, hoe zei je? Nou, dan moet ik wel mijn boodschappentas mee hebben. Dat is deze. Die gaat mee. Ja, vrouwtje moet weer weg. Zie je dat? Oh, wat verdikkie, ik moet weer alleen maar blijven. Oh, wat erg. Ja, kan er niks aan doen. Het is nou helemaal zo. En je leert het maar. Ja, ze staat gewoon in de vensterbank, hè. Hé, dame? Rijka! Geen sjoeg hoor. Nu vlieg nou wat buiten allemaal gebeurt. En wat je ziet, ik weet het niet. Kopje naar beneden. Rijka! Jongen, nog aan toe. Hè? Contact? Nee? Nou ja, het zal. Ik weet niet wat ze ziet hoor. Nee, echt niet. Wat zie jij allemaal, jonge dame? Hé, wat zie jij allemaal? Knappert. Hé, wat zie je allemaal, knap meisje? Wat zie je daar beneden? Schone straat. Ben je niet? Nee. Hé? Hé. Hallo. En voor de planten bleven we af, joh. Dankjewel. Hoe mooi is dit? Is toch een mooi plaatje zo? Ja, jullie zijn lief. Lief hoor. Ja, en dan hebben ze ook nog allebei bij toeval dezelfde kleur. Ja, hoe is het mogelijk? Je poesebeestje en je hondje dezelfde kleur te hebben. Denk, ja, het zijn verschillende soorten haar, hè. Daardoor denk je dat het kleurverschil is, maar het is geen kleurverschil hoor. Maar het verschil van het haar. Rijka heeft stug haar en kort. Kandal heeft natuurlijk ook wel kort haar, maar dat is veel zachter. Ja.
dezelfde kleur, wat Kandorf heeft Rijka ook. Rijka! Mag niet. Dat, het is wit en het is rood-bruin, dat roestachtige kleurtje. Nou, dat heeft Kandorf ook. Kandorf heeft het in strepen en zij heeft het door elkaar heen. Echt gaaf hoor, hartstikke mooi. Ja, nou ja, ik zal mijn koffie op gaan drinken en dan ga ik die kant op en dan zullen we het beleven. Ik weet niet of Kandorf wil of hij straks naar buiten toe gaat, ja of de nee, ik weet het allemaal niet. Ja, ik heb rode oogschaduw op, maar ik heb ook een rode jurk aan. Helemaal in het rood. Ik pas hem weer. Ja, ik pas hem niet meer, omdat ik te dik was. En ik had hem samen nog met Karin gekocht. Eer vorig jaar. Karin die had een andere kleurrode jurk. Met zonder mouwen. Ik heb zo'n driekwart mouwtje. En ja. Maar ik pas er nog niet meer, maar nou weer wel. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Ja, ja. Nou, en ik had ooit een setje gekregen. Hoort een ketting bij, maar die kan er nou niet meer bij om. Want ik heb deze twee altijd een eeuwig om. Die gaan nooit af. Ja, s'nachts. Dat is van mijn dierbare, dus die gaan niet af. Die moeten ze van me afhalen wanneer ik zelf dood ben. Ja. Eerder niet. Ja, ze gaat enkel s'nachts af, zoals ik zeg. Als ik geslaagd heb, dan kan ik er niet tegen, want dan trek ik het stuk. Maar dit hoort bij een setje en er hoort een ketting bij en nog een armband. Met die armband, ja, ik heb ook problemen met deze armbanden. Die zitten onder havenklap hier, daar kan ik niet tegen. Het moet strak zitten. Deze dus, die heeft ooit strak gezeten. Ja. Dat was zo'n, net zoals een, het is een rekbandje. Net zoals wat je vroeger aan de horloges ook had. Dat zit lekker strak dan, maar daar is het allemaal uit, dat doet het ook niet meer. Maar oké, kan de pret niet boeien. Ik moet Rijka even in de gaten houden, want die zit ook iedere keer aan de planten, wat zij niet mag. Oké, er staat ook iets in, dat is geen plant, maar... Toch, ze mag er niet aankomen, .nl. Ja! Maar oké, lieve vrienden, geniet. Ik ga opschieten, want ik moet weg. Tot later! Ja, lieve vrienden, de boodschappen die zijn weer binnen. Die heb ik daar staan. En dat gaan we straks uitpakken. En ik ga nu eerst met die dame daar even lopen. De tuindeur die staat dan open, althans nog, want ik ben net binnen. En dan gaan we met de dame even een blokje. En daarna kom ik thuis. Dan ga ik zitten, neem ik een bak koffie. En dan zien we weer verder. Oh ja, ik heb mijn medicijnen ook. Ja, voor mijn cholesterol. Dus ook binnen. Ik heb voor Rijka even wat gekocht. Twee bakjes om eten uit te krijgen. Ze had een bak met een grote bak voor water, maar de katten drinken er ook uit. Dat was de bakken van Frodo. Maar zelfs dat bakje is eigenlijk te groot voor haar. Dus ja, ik heb twee kleinere bakjes. Wie weet dat het ooit wel een grotere moet en dan kun je hem altijd pakken. Ja toch? Maar oké, jullie zien dat straks wel. Ik laat het straks wel zien. Ik ga eerst met haar even lopen. Ik zeg het tot zo. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis van ons rondje lopen. En ik zou laten zien wat ik allemaal gekocht had. Ik ga eerst met de normale boodschappen beginnen en natuurlijk mijn medicijnen, die heb ik als eerste opgehaald. De eieren waren in de aanbieding van weet ik veel wat. Even kijken waar mijn prijs staat. Er staat nergens geen prijs weer, maar in ieder geval voor 2 nog wat naar 1,99. Dus ja. Dat is altijd weer veel goedkoper en ik zou geen eieren meegenomen hebben, omdat ik nog eieren had, maar ja, dan maar wat extra. Ik heb nog even 2 pakken met broodjes mee. Die leggen we daar even neer.
Ik heb een fles Dusty mee. Die andere fles waar ik vorige week mee had schoonmaken was. Die spuit die doet het niet. En ik denk, nou, ik haal gewoon zo vast ook wel een nieuwe fles. Dan zet ik gewoon die dop op hierop. En dan gaat deze daarop. Ja, komt vanavond wel of morgen. Ik heb nog wat gekocht. Dat is om pannen, et cetera, schoon te maken. Nou, we zullen het beleven. Anders is weer weggegooid geld. Maar ja, het was maar 3 euro voor 2. Dus ja, lekker belangrijk. We zullen zien hoe dat werkt. Het is aan weerskant. Daar zitten er van die tandjes. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja. Dus we zullen het beleven. Ik heb waar ik die bak heb weer gekocht. Ik heb een pot koffie. Ik maak nog reclame ook en dat boeit me niet. Maar ik word er niet voor betaald. Nee, dat vind ik gemeen. Ja. Nou, 2 blikjes voor Rijka, want die had niks meer. De ene, dat is wij spelen gewoon. Veel samen. Ja, dat klopt. Met het poesenbeestje speelt ze. Dat is met rund en lever, blok en insulei. En een paté met kip. Nou, dat kan je weer heerlijk ook door de broekjes heen doen. Ja, dat blijft lekker. Je hebt een vorkje nodig. Een vork met wat erop. En dat nou, blijft lekker plakken. Nieuwe emmen met snoepjes. Want die is bijna leeg. Die ik bij mijn bureau heb. Ik noem dit. Altijd al gedaan. Komt door mijn moeder hoor. Die zei het ook. Mandolientjes. En wat is dat? Mandarijntjes. 1,99. Normaal zijn ze ook vele malen duurder. Ik denk, nou, doe ze straks lekker in een fruitschaal. Lekker mandarijntje. Lekker pa. Ja, die leggen we daar neer. Wat heb ik nog meer? Nou ja, 4 pakken kaas. 2 maal groen en 2 maal blauw. Dat wil zeggen, belegen en jong. Heb ik. Hek altijd. Is niet hard, kijk wegkrijgen. Nou, en dan heb ik allemaal vleeswaren. En overal dubbel van. Doe ik ook altijd. Heb ik 2 schouderham van deze vierkante verpakking. Heb ik dus 2 maal schouderham. 2 maal boterhammenworst. 2 maal. Bij de Vomar haal ik dat en dat is niet duur, dus ja, wat wil je dan meer? Ze hebben er ook kipfilet geloof ik, weet ik veel, en spek, weet je wel, die ronde plakken spek. Nou, dat... Ten eerste, die kipfilet die krijg je amper van elkaar af en spek krijg ik niet weg. Wel die langwerpige plakken, maar dat hebben ze daar niet van en dat is ook hartstikke duur. Vind ik tenminste van mijn beurt. En dan heb ik salami. En salami en gebraden gehakt vind ik het allerlekkerste van deze. Ja. Heerlijk. Nou, de tas is leeg, dus die vouw ik weer op. Ja. Hij begint ook lekker stuk te gaan, maar ik wil geen... Ik heb meerdere hoor, maar deze is zo lekker stijf qua materiaal. Omdat ik hem opvouwen kan. Maar die anderen die zijn zo slap en die vallen er zomaar in elkaar en af, hou op. Dat vind ik vreselijk. Nou, die weer daarin. Nou, dan zal ik dat even daar neerzetten. Blijf staan. Dat even naar de kant. Die even naar de kant. Voor mezelf. Ik moet mezelf ook verwennen. Een geurtje, ik weet nog niet hoe het ruikt, er stond geen monsterflesje voor, om te proberen. Voor Rijka, wat het is, weet ik nog niet. Maar ik geloof dat wanneer jij het weggooit, dat zij het moet pakken, maar je kunt het ook zelf vasthouden en dan moet het terugkomen brengen. Het is hondenspeelgoed. Ja, jouet pour chien, ja, dat is Frans. En ik... Oh, dit bedoel... Ja, oké, is bedoeld voor... En die lezen al is nog zo. Zo klein.
zo klein. Waarschuwing. Dit artikel is bedoeld voor dieren, dus geen speelgoed voor kinderen. Ach zo. Ja, dat lijkt me logisch, hè? Er staat toch ook hondjes op, geen kinderen? Ja, nou, zo ziet het eruit. Karin, weet jij het? Ik ga het proberen van weggooien en dan moet zij het pakken en dan moet ze het terugbrengen naar me. Dan hou ik de andere kant vast. Dat kan namelijk. Want kijk. Even zien hoor. Ja, dat is een handvat. Kijk, een handvat. Nou. Hup, hup, hup. Kijk. Handvat. Hup. Nou. Leuk toch? Ja, waarom niet? Dat gaan we gewoon proberen. Ja. Of zij moet trekken, weet je. Nou ja, we zien wel hoe we dat gaan gebruiken. Ik vind het gewoon grappig. Dus die kan weg. Oh, ze staat alweer in de vensterbank ook, de dame. Boefie. Maar dat is niet alles. Ik moet eventjes... Twee bakjes per stuk. 1,49, dus zeg maar 1,50. Nou, wie doet je wat? 1,50, dat is 3 euro voor twee bakjes. Nou, en er zit nog een rubberen rand eronder. Nee, die rubberen rand kan ook nat worden vanzelf. Daar hebben ze niet aan nagedacht. Ze hadden een rubberen rand eronder moeten doen die eraf kon halen met afwassen. Ja, en die je dan op een andere manier schoon kon maken. Dit is vastgeplakt. Niet echt over nagedacht. Maar ja, die andere bak had dat ook en dat lag er binnen de kortste keren eraf. Ja, dus ik spoel ze eventjes om van binnen en dan met afdrogen. Nou, dan kan die brokken erover gegooid worden. En ze kan straks in een ander vleesje krijgen. Ja, en dan kan die gewoon schoongemaakt worden. Ja, simpel. Nou, ik ga de boel opruimen, lieve vrienden. En ik zou zeggen, smakelijk eten. Ik ga zo ook eten. Ik ga eerst een bakje koffie maken. En dan eten. Ja, lekker. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden. Tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer bijna 3 uur, 2:55. En dat in de ochtenduurtjes van de vrijdagochtend, de hoeveelste? Dat kijk zo niet. Ja, de 7e zo te zien. Ja, ik geloof hem wel, dus vrijdagochtend. Vandaag komt Astrid, vandaag komt Rebecca, dus ja, weer een drukke dag voor de boeg en ik moet nog slapen gaan. Rijkallegia, dat kunnen jullie dingen niet meer zien. Die ligt daar op de bank. Ik heb het licht verder al uit, behalve hier al boven de eettafel. Maar ik wens jullie allemaal een welterusten. Lekker slapen met mooie dromen. En gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.